Hebben jullie enig idee? Mark Rutte. Ja, tenminste, ik en uh, eerlijk gezegd, ja, het heeft me deze weken echt enorm verbaasd. Maar wekenlang hebben uh, partijen, die ministers met elkaar in kamertjes gezeten, allerlei dingen laten uitzoeken. Er is een hele stapel met maatregelen gekomen. En het gaat natuurlijk op zich ergens over. Migratie is een belangrijk onderwerp. Grip ja. op migratie was ook een afspraak die gemaakt werd en ja, allerlei maatregelen die, uh, waarmee je dat kon bereiken. Maar afgelopen woensdag kwam daar ineens een extra ijs bij op tafel. Uh, en echt wel op een manier van: dit moet het zijn. En anders dan, nou ja, dan, dan zoeken jullie het maar uit, bijna. Dus het ligt aan Mark Rutte. Nou ja, en dat, het heeft me zo verbazend dat Mark Rutte. Uh, hij was een premier die, mm -hmm. uh, als het erop aankwam, altijd op zoek was naar oplossingen. En ook bereid was om dan te zeggen: ja, dat betekent dat ik zelf ook een stap moet zetten. Mm -hmm. En dat ik niet moet zeggen: dit is het, my mm -hmm. way or the highway. En dat is deze week wel gebeurd. Sophie Herman?